Nou, we gaan straks die stuurtechniek even oefenen. Weet je nog welke twee technieken we hadden? Ja, de doorgeefmethode. Ja, klopt hè. Doorgeven en? En de openpak. Juist. Oké, die twee gaan we even oefenen. Ja, ik zal je begeleiden erbij. Ik zet je ook in beweging, hoef je nog even niks voor te doen. Dus de koppeling mag je loslaten. Links zit een plateau, daar kun je je voet opzetten. Naar links dat zilveren plateautje daarachter. Ga ik jou in beweging zetten. Ja? Ik geef ook even aan welke methode je mag gebruiken. En hoe we gaan rollen. Nou, ik heb net die methodes even voorgedaan. Dus we gaan straks gewoon om die palen heen. En daarbij zul ik zeggen links onder paal of rechts onder paal. Ja? En welke methode je mag gebruiken. We gaan beginnen met de doorgeefmethode. Ja? Oké. Nou, ik ga je dus in beweging zetten. En dan gaan we eerst hier zo rechts om die palen heen. En dan straks. Oh, er is inmiddels een busje bijgekomen. En dan wou ik zeggen rechts om dat autootje heen. Maar het busje gaat denk ik ieder moment weg. Dus dan gaan we straks het rondje zo steeds rechtsom maken. Oké. Ja? Oké. Anders maken we eerst een rondje linksom als hij nog niet weg is. Dan gaan we hier zo straks tussendoor. En dan gaan we wel even links om die paal heen. Ja, dan gaan we links om die paal. Oh ja. Oké. Klaar voor? Ja. Vragen? Nee. Gaan we het gewoon doen? Ja. Mooi. Nou, dan gaan we dus de doorgeefmethode beginnen. Dus rechterhand trekt, links duwt. Daarbij kijk je waar je uit wil komen. En laten we weer glijden door je vingers als je rechtuit wil komen. Juist. Oké, dan gaan we dus eerst even hier links om die palen heen, want het busje is nog niet weg. Dus links trekt, rechts stuurt. En kijk waar je uit wil komen. Stuur maar door, stuur maar door. Moet je helemaal hier rechts? Of gaan we om het gras heen, dat is ook goed. Nou, dan kijk je waar je uit wil komen. En dan laat je het stuur glijden door de vingers. En probeer naar de rechterkant uit te komen. Oké. Nou, gaan we hier weer links tussendoor. Dus links trekt, rechts duwt. Links trekt, ja, keurig. Goed, laat je weer glijden door de vingers. Dus continu moeten we recht uitkomen. Ja? Nou, gaan we hier weer links om deze paal heen. En dan recht uitkomen. Dus links trekt deze paal. Ja. Oh, deze paal. Gaan we gewoon weer netjes in het midden uitkomen. Dan laat je weer glijden door de vingers. En dan gaan we links om dat autootje heen. En dan gaan we die rondjes even draaien. Links trekt, rechts duurt. Ja, keurig hoor. Netjes. Dan laat je hem recht uitkomen. Dus doorsturen, doorsturen. Steeds die rondjes maken. En laten we glijden door de vingers. Ja, netjes. Nou, probeer als je hem laat glijden, steeds linksom. Steeds linksom. Ja, steeds hier om die paal heen. Heel goed. En laat je hem netjes weer straks glijden door de vingers. Keurig. Gaan we nog een keer linksom. En kijk al door de bocht heen waar je uit wil komen. Zo ja. En dan kun je precies op het juiste moment door je vingers laten glijden. En als je hem laat glijden, hou altijd contact met het stuurlichtjes. Zodat je ieder moment kan corrigeren als het nodig is. Ja. Nog één keer linksom. Nou, je doet het netjes. Je hebt er helemaal geen, nou, maar je hebt er helemaal geen problemen mee. Sommigen vinden het nog best wel moeilijk sturen hoor. Ja? Ja, maar je doet het eigenlijk heel natuurlijk, keurig. Nou, dan gaan we nog eens links eromheen. Kijk door de bocht, juist. Kijk waar je uit wil komen. En dan gaan we nu schuin doorsturen, ertussendoor. En dan gaan we rechts nu om de paal heen. Dus rechts trekt, links duwt. Rechts trekt, links duwt. Juist, even contrabeweging is dat, hè? Oh ja. Gelijk weer hier rechts? Ja, ja, en dan gaan we rechtsom de rondjes even maken. En ook hier laat je weer glijden door de vingers. Keurig. Nou, dan gaan we nog eens rechtsom die auto heen. En kijk waar je uit wil komen. Juist, kijk door die bocht. Heel goed. En probeer altijd op de uitgangspositie om door je vingers te laten glijden. Niet je handen onderop het stuur, maar halverwege het stuur. Zo ja. Dan gaan we weer rechts om de paal. En kijk weer door de bocht. Heel goed. Keurig. En halverwege het stuur. Juist. Nou, nog een keertje rechtsom. En dan laat je hem halverwege het stuur weer netjes door je vingers glijden. Keurig. Nou, top. Oké. Dat ziet er goed uit. Keurig. Hey, we gaan het overpakken nu even doen. Ja? Mm-hmm. Dus dan gaan we achjes maken om die lantaarnpalen, wat ik net heb laten zien. Yeah. Ja. Dus dat is die snelle stuurbewegingen die je gebruikt als je langzaam rolt en snel stuurt.
Ja? Ja. Dus bij het in- en uitparkeren, die technieken, die gaan we straks toepassen op het moment dat we dus langzaam rollen en snel sturen. Maar we gaan hem hier even trainen. Dus we gaan achies maken om die lantaarnpaal. We beginnen dus hier zo met rechts om die paal te gaan en dan weer links om de ander. En dan zo weer terug. Ja? Maken we zo een achie. Ja. Oké. Okay. Nou, gaan we hier dus rechts om die paal. Ja, keurig. Pak maar over en kijk weer waar je naartoe wil. Heel goed. En dan gaan we links weer om die paal. Laat maar glijden door je vingers en doorsturen. Heel goed, overpakken, keurig. Dan gaat de hand weer terug, die hand. Maar niet het stuur meenemen nog, want je moet weer door de achies maken. En dan laat je hem weer glijden door de vingers nu. Laat glijden, want dan komt hij alweer terug, zie je dat? En weer overpakken naar rechts, juist. En we laten glijden door de vingers. En weer linksom. Ja, keurig. Gaat die hand terug, hè? Juist. En dan gaan we netjes weer schuin ertussendoor. En laten we weer glijden door de vingers. En probeer ook halverwege het stuur te laten glijden door je vingers. En dan gaan we netjes weer linksom. Ja, keurig. En stuur maar door. Zie je dat je zo heel snel kan sturen? Ja. Die hand moet terug. En laten we weer glijden door de vingers. Keurig. Heel goed. En weer linksom. En lekker vlot, vlotter. Juist. Ik zet je aan het werk hoor, op je verjaardag, zie je het? Ik zet je aan het werk hoor. Bed uit. Ja. En dan gaan we nog eens rechtsom. Ja, keurig. En weer linksom. Iets eerder laten glijden, want dan komen die wielen al even eerder terug. Hoef je niet zo heel veel te sturen. Die hand weer terug. Juist. Kijk, en als je hem nu laat glijden, kijk, dan komt hij eigenlijk al helemaal terug te sturen. En dan hoef je alleen nog naar rechts te sturen. Keurig. Oké, mag je even doorsturen naar rechts? Of laten rollen? En dan zetten we hem hier zo even op de rijbaan tot stilstand. Oké, en dan mag je weer terugsturen. Dat je hem even recht neerzet, even netjes. Ja, wielen weer recht zetten. Weer een stukje terugsturen. Keurig. Nou, netjes hoor. Het overpakken, doorgeven ging lekker. En dan gaan we nu op de rijbaan even kijken hoe dat gaat. Ja? Oké. Oké.